We merken dat het steeds moeilijker wordt om toneel in de Schouwburg weg te zetten. Mensen willen lachen. Het is al cabaret en musical wat de klok slaat. En dat is jammer, want we merken dat de oude toneelwerken in de loop der eeuwen nog niks aan zeggingskracht hebben ingeboet. Toneelgroep Oud Lijk wil een brug slaan naar het grote publiek door de oude Griekse klassieken te laten spelen door actrices die bij het publiek van nu tot de verbeelding spreken. En wij zijn blij dat het nieuwe kunstenplan van de gemeente Snoek op Zolder ons daar de mogelijkheid toe geeft. Hebben jullie dat ook wel eens? Dat je man een wippie ligt te maken met de dochter van de koning van Korinthe. Je komt op, paf. En dan loop je naar voren. Hier, paf. Waar staat de kruisje anders voor? Ja. Hier, paf. Ik zat net in de zaal. Ik voel dat het paf hier beter is. Ik, Medea. Hij zegt, daar is het gat van de deur. Ik zeg, ja, en daar is de brievenbus en daar ligt een hele stapel. Mijn vuilniszakken van 3 maanden geleden. Achterlijke gladiool. Waar ik toch helemaal galisch van. En waar moet ik heen? Als zelfs mijn pa en ma me de deur gewezen hebben. Ja, omdat jullie het al lullig van mij vinden dat ik mijn eigen broer verkaand gemaakt zou hebben. En koud en zo. En dat klopt ook wel. Ik heb mijn broer om zeep geholpen. Maar dan schub je toch nog niet je eigen dochter het huis uit? Ja. Ja, dit is mooi, Tineke. Hier zit je tegen je eigen verdriet in te spelen. Ja. He? Zie je wat je doet hier? Dat die zaal, die voelt het verdriet. En jij lacht erover. Ja? Ja. Zie je dat? Ja. Oké. Gaan we nou verder bij koters overhoop gestoken, ja? Ja. Heb je die? Wacht even hoor, koters overhoop. Pagina. Afijn, lang verhaal kort. Daarna heb ik allebei mijn koters doodgestoken. Geen halve maatregelen, hoor. Oh, dit stuk, dat blijft fris. Dat heeft toch helemaal niks van zijn maatschappelijke relevantie verloren. Je gaat ook wel zo vaak allerlei waarschuwingen afgegeven. Signalen, weet je niet? Dit en dat. Als jij je bordje niet leeg eet, loopt het nog slecht met jou af. En met jouw broertje. Hoor? Het leven van Medea is voor mij een felle aanklacht tegen het falen van de jeugdzorg. Allebei mijn zoontjes, hoor. Hartstikke dood. En de juffrouw op school, maar leg het te emmeren dat ik 2 dagen bij de kokers vakantie getrokken had. En dan ga ik nu toch dat liedje zingen over die stille tocht, toch? Ja, mooi. Van 14 tot en met 22 maart in cultureel centrum De Leemte in Snoek op Zolder. Toneelgroep Oud Lijk met... Medea Malle Meid. Naar de kaaskraker van Pippi Herodes. Euripides. Euripides. Hoe heet hij daar van zijn voornaam? Aristophanes. Ja, die ken ik wel. Hij is goed, hè? Hey. Met zijn vleespet. Wacht even, lippenstip. Wacht.